Fatbikes veroorzaken veel overlast en ongelukken door heel Nederland. Doordat de fatbikes overal mogen rijden en er geen goede regels zijn voor deze fietsen, bezorgen ze veel problemen. Daarom heeft de Tweede Kamer nieuwe regels bedacht om het aantal ongelukken te verminderen. Maar is dit genoeg? De fatbike, herkenbaar aan zijn dikke banden, stoere uitstraling en snelheid, zorgt ook voor veel overlast in de gemeente Wijchen. De fatbikes zijn voornamelijk populair onder jongeren en door die populariteit lijkt het aantal ongelukken te stijgen. Wijchen lokaal fractievoorzitter Dave Herms maakt zich zorgen om het stijgende aantal ongevallen die gemaakt worden met de fatbikes, waar voornamelijk kinderen en jongeren dader, maar ook slachtoffer van zijn. Ik merk zelf overlast hier in het centrum. Ondernemers merken dat in de zin van, nou, ik hoorde bijvoorbeeld laatst dat er bij de HEMA iemand naar binnen was gereden op een fatbike en dan zo door de HEMA is gegaan, de andere kant weer uit is gegaan. Mensen die ontzettend hard rijden, een heel groot snelheidsverschil tussen voetgangers en fatbikes. Er is een snelheidslimiet van 15 km per uur. En daar wordt bijna niet op gehandhaafd. En dat zorgt voor hele onveilige situaties. Maar ook, ik heb het helaas al eens moeten zien dat er gespuugd werd en gescholden naar voorbijgangers. En dat vind ik echt verschrikkelijk. De Tweede Kamer kwam met nieuwe regels voor fatbikebestuurders. Zo zal er een helmplicht en een minimumleeftijd van 14 jaar komen. Maar de vraag is, zal het aantal ongevallen hierdoor verminderen? Ik denk een helmplicht zou helpen voor de mensen die op de fiets zitten, maar niet voor de mensen die ernaast lopen. En dat zijn ook mensen die betrokken zijn bij ongelukken. Dus dat zie ik niet echt als iets wat kan helpen. En tegelijkertijd, de leeftijdsgrens mag voor mij best wel wat hoger worden gelegd. Want je ziet toch ook wel wat overlast van kinderen, jongens, meisjes die wat ouder zijn, zeg maar. Daarnaast komen er steeds meer varianten van snelle fietsen op de markt die onveilig kunnen zijn. Daarmee lijkt het probleem zich te herhalen. Als de fabrikanten alleen maar nieuwe bikes gaan ontwikkelen waar mensen alsnog overlast op kunnen veroorzaken, ja, dan blijf je er eindeloos achteraan lopen. Dus ergens is het de verantwoordelijkheid van de politiek, maar ergens zit er ook wel een stukje verantwoordelijkheid in voor ouders die hun kinderen moeten wijzen op veilig naar school gaan, veilig van school thuis komen en ervoor zorgen dat ze goed omgaan met de fatbike. En dus ook met de skinnybike en ook met elke andere fiets die behoorlijk hard gaat en die het gevoel van veiligheid kan verminderen. Vanaf wanneer de nieuwe regels voor fatbikes ingaan, is nog onduidelijk.